De korenwolf heeft het al vele jaren moeilijk in Limburg. Er wordt van alles gedaan om deze wilde hamster in leven te houden. Onder meer op het plateau van Margraten, waar voor het knaagdiertje een akkerreservaat is aangelegd. Hoi Frank. Oh, wat? Ik kom van een paar akkers in Midden-Limburg, ja. Nu afgedaald naar het zuiden, bij hele speciale akkers, hè? Want dit zijn hamsterakkers. Dat zijn de hamsterakkers op Zibbe, zoals we het hier noemen. Die akkers die zijn sinds 2002 in gebruik puur voor het behoud van de korenwolf. Ja, de wilde hamster. Hamster. Ja. Ja, dat was vroeger gewoon, kwam die vaak voor. Hij was zelfs een plaagdier, ja, bij de boeren vroeger. Op een gegeven moment is hij uitgestorven en hebben ze in Heer de laatste koppeltje nog ontdekt. Ja. En daar zijn ze mee gaan fokken en hier zijn ze toen begonnen met de uitzet van de korenwolf, de wilde hamster. Ja, dus dan denk ik akkers, korenwolf, hier staat alleen maar koren. Nee, hier staat niet alleen koren, hier staan alle graansoorten wat je kunt bedenken, die staan hier wel. Hoe groot is dit gebied? Het gebied is ongeveer 50 hectare groot. Oké, okay, dat zijn zo'n 100 voetbalvelden, even ruim beschatting. Ja, precies. Hoeveel hamsters hebben we er eigenlijk nog? Afgelopen winter hebben ze 10 burgten geteld hier. En dat zijn 10 hamsters, hè? Dat zijn dan 10 hamsters, ja. Ieder jaar worden er uitgezet. Die komen uit de fok, vanuit Gaijershoek en Kerkrade. Die worden ieder jaar nog uitgezet hier en in andere gebieden ook nog. Het is alleen jammer, we zijn een eiland in dit gebied voornamelijk. De meeste agrariërs die doen niet mee, die doen een reguliere landbouw. Ja, want daar zijn landbouw, lege akkers. Lege akkers, kale akkers. Je ziet daar maisakkers en hij kan daar niet naartoe. Hij wordt daar gewoon gepakt. Dus hij kan zich ook niet verspreiden in dit gebied. Hij blijft hier zitten. Er zijn te weinig verbindingszones naar andere gebieden voor hamsters, zoals in Ambi. En naar Heer toe in Maastricht, daar liggen ook grote hamsterakkerpercelen. Mm-hmm. Maar de verbindingszone heeft die problemen mee. Waarom zoveel moeite? Moeite omdat het een beschermd beestje is. Hij wordt met uitsterven bedreigd. Dus ja, we doen er alles aan om toch te helpen om te overleven. Ja. En hij was eigenlijk, hij hoort het bij deze omgeving, bij dit gebied, bij de lusgronden. Dit is een heel andere akker dan die, hè? Dat klopt. Ja. Hier hebben we een akker die is een beetje toegespitst op de akkervogels. Dat is een mengsel met grassoorten en bloemen erin. En dat is ideaal voor akkervogels en ook voor vogels die op de grond broeden. Ja. We hebben daar genoeg dekking in, een ideale omgeving voor. Welke akkervogels hebben we het over? We hebben het over vuilduilen, we hebben over gorzen, we hebben het over veldleeuweriken, patrijzen zitten hier ook, kwartels, die lopen allemaal in Purmerend hier. Ja. En natuurlijk de buizerd en de kiekendieven, die zitten ook graag in begroeiing op de grond als ze gaan broeden. Zo'n uil, kan dat goed samen met zo'n wilde hamster? Daar heeft hij geen last van. Nee. Maar die andere? Buizerd en de kiekendief, daar heeft hij heel veel last van. Dat is een van de grootste gevaren wat hij heeft. Dus daarvoor heeft hij ook voldoende dekking nodig. Tja, de opnames zaten erop. We lopen terug. En wat ligt hier? Een dode hamster. Ja. Spijtig niet te zien wat of hoe er wat er gebeurd is. Want hij bloedt niet, hè? Hij bloedt niet. Nee, er zijn geen uiterlijke kenmerken. Tot je kunt zeggen, dat is hij al overleden. Maar we nemen hem mee en dan wordt hij onderzocht. 1.1 of hij gezenderd is. En 2 gaan ze sectie plegen en kijken of ze kunnen zien waar aan die overleden is. Ja, want dat is wel heel belangrijk, hè, om te weten. Ja, zeker. Het is geen leuk einde eigenlijk van deze aflevering. Nee. Ja, nee, dat is jammer. Ja, en wat dat dan nog beter komt, kan het niet goed. Nou, ja.